Goeiedag en welkom bij aflevering 20 van Wackier Mode bij Manchester United. We hebben een mail ontvangen. Een transferbod van Marcus Rashford. FC Bayern heeft 68.700.000 geboden. Maar dat vind ik way too low. We gaan zien dat we er niet meer voor kunnen krijgen. We beginnen het 100. We gaan naar 72.900. Gaan we naar 90. En dat willen ze niet, dus Marcus Rashford blijft bij ons. En dan hebben we een mail ontvangen. Er is een speler terug van blessure. Dat is Vincent Kompany. Het is aan jou te bepalen om hem weer te laten spelen. Dus we gaan eerst zien dat hij wel fit genoeg is voor een wedstrijd te kunnen spelen. En zoals je hier kunt zien is de volgende wedstrijd in de FA Cup, de laatste 16 tegen Reading. En dan komt Huddersfield. Maar ik ga de FA Cup spelen met mijn A-ploeg. Want anders is die niet genoeg fit voor de finale van de Carabao Cup tegen Liverpool. En dan zijn we nu klaar voor de wedstrijd tegen Reading in de ronde 5 van de Emirates FA Cup. Ik zie jullie graag terug bij de wedstrijd. Goeiedag en welkom hier op Old Trafford voor de wedstrijd tussen Manchester United en Reading. De vijfde ronde in de Emirates FA Cup. En deze moeten we echt moeten winnen, want we willen echt wel die FA Cup winnen. We gaan gewoon voor de treble, Carabao Cup, FA Cup, Premier League. Daar moeten we gewoon voor gaan. De laatste 16. Hopelijk kunnen we ons plaatsje veroveren in de kwartfinales. Speler op de kijk is John Swift van Reading. Hij heeft 5 doelpunten gescoord in de laatste 3 wedstrijden. This is then the Manchester United lineup. Dit is dan de opstelling voor Manchester United. Sir Ferguson heeft voor deze helft aangekozen. De Gea in doel, dan Valencia, Lindelof, Jones, Marcelo, Fellaini, Mkhitaryan, Pogba, Ronaldo, Lukaku en Rashford. Toch een redelijk goed ploegje. En dan nu voor Reading. Daar starten deze 11 namen. Manone in doel, dan Bakuna, Ilori, Moore, Obita, Aluko, Evans, Van den Berg, Swift, Clément en Botvarsson start in de spits. Wel speciaal, Reading wordt shirt sponsor daar, is Carabao, ook de sponsor van de League Cup. Roger East is de scheidsrechter. En dan zijn we eraan begonnen. Ronaldo op de wing, met de voorzet, Rashford, maar die bal gaat naast. Grote kans voor Rashford. Dan de vrije trap met Cristiano Ronaldo. Pogba, maar die gaat net naast. Twee grote kansen al voor United. En dan gaan we rusten in een eerste helft. Die vooral op het middenveld gespeeld is. Twee zeer grote kansen voor United. Waar eigenlijk zeker één doelpunt bij moest zijn. Maar die vergeten we. Die vergaten we om af te maken. Logische rust en dan 0-0 tussen Manchester United en Reading. En dan beginnen we aan de tweede helft. Rashford met de paas op Lukaku. Lukaku stuurt Mkhitaryan weg. Mkhitaryan.
En eindelijk hebben we wat we verdienden. De 1-0, 50ste minuut, getekend Henrik Mkhitaryan. Mooi countervoetbal, mooi afgewerkt door onze Armeniërs. Het is haar eerste doelpunt in de FA Cup. Dan de prachtige redding van De Gea. Zeer moeilijk daar, maar goed gepakt. Dan de corner met Aluko. Moor, maar Marcelo onderschept, doet weg. Maar Botfarsson neemt hem op de slof en schiet de 1-1 binnen. Dit is zuur. Dit is zeer zuur. In de 56ste minuut komt redding weer op een 1-1 gelijke stand. We hebben Mkhitaryan en Lukaku. Die is zeer sterk aan de bal. En Lukaku knalt de 2-1 binnen. Zeer mooi doelpunt. Romelu Lukaku. Zeer sterk daar in het duel. Voor Lukaku is zijn eerste doelpunt in de FA Cup. Dan gaan we een wissel doorvoeren. Paul Pogba. Zeker geen slechte wedstrijd, wordt vervangen door Nemanja Matić. Dan een kans voor redding, maar De Gea met de voetreflex. Dan Lukaku, dan Mkhitaryan op de counter. Mkhitaryan, maar de prachtige save van Manone. Dan gaan we een wissel doorvoeren. Cristiano Ronaldo wordt vervangen door Anthony Martial. Dan Lukaku, en weer zeer sterk daar, en scoort 89ste minuut. Boeken dicht voor redding. En United gaat door naar de volgende ronde. Daar kunnen we nu wel zeker van zijn. Toch weer Lukaku die het doelpunt daar scoort. Het is zijn tweede doelpunt in de FA Cup en zijn tweede van de dag. En nog een laatste wissel. Mkhitaryan, zeer sterke wedstrijd, wordt vervangen door Morgan Edwards. En dan zit de wedstrijd erop. We winnen met 3-1 thuis van Reading en gaan door naar de volgende ronde in de FA Cup. Al bij al toch een makkelijke overwinning. Je zag een hele wedstrijd lang dat wij absoluut de betere ploeg waren. Romelu Lukaku, matchwinnaar, man van de wedstrijd met zijn twee doelpunten en zeer belangrijk voor dit United team. Eindstand hier op Old Trafford 3-1. Doelpunt van Mkhitaryan, Lukaku en Botfarsson voor redding. Dan hebben we een paar mails ontvangen. We hebben geld ontvangen, prijzengeld. Voor volgend seizoen komt er €204.440 bij ons transferbudget bij. En er is een wedstrijd verplaatst. De wedstrijd tegen Stoke op 28 februari wordt veranderd naar 5 maart. En dan zijn we nu klaar voor de volgende wedstrijd. En die spelen we thuis tegen Huddersfield. Ik zie jullie graag terug bij de wedstrijd. Welkom hier op Old Trafford voor de wedstrijd tussen Manchester United en Huddersfield. De wedstrijd in de Premier League die we totaal aan het domineren zijn. Hier zit u. We staan op kop met 21 punten boven Liverpool en Huddersfield staat 20ste met 16 punten. Home record has been excellent, the best in the division. The away record for the visitors has been very, very bad. Ja, daar zag u een paar cijfers dat Huddersfield het dit seizoen zeer moeilijk heeft. Het eerste seizoen in de Premier League. En nu Erik Doel iets voor hun te redden. En voor United staat Ikea in doel. Fosu Mensah, Carrick en Rojo is ons verdedigend compartiment. Dan Young, Ndidi, Matic, De Rossi, Martial. Edwards op de 10. En Ibrahimovic start in de spits. Hoofdcoach is Sir Alex Ferguson. Dan nu voor Huddersfield, Green in doel.
Dan Smit, Schindler, Jurgensen, Leung. Mooi en hoog. Kashunga, Palmer, Van La Parra. Mounier in de spits. David Wagner is de hoofdcoach en Laurent de Poitre, de Belg, zit op de bank. Almost on the tourist trail, isn't it, Old Trafford? For football fans from around the world, so many of the Manchester United supporters. Andre Barrider. Vast distances to come and watch the team. Great loyalty and of course a great revenue. In Zlatan zal de set op gaan trappen. It's changed over the years, hasn't it? Got bigger and bigger. Doesn't hold great memories. En we zijn eraan begonnen. Een Didi naar Zlatan, wordt gered door Green, maar Martial tikt binnen 1-0 en we beginnen zeer goed aan deze wedstrijd. 14e minuut, goal, Anthony Martial en we zijn vertrokken. Ik heb zo'n gevoel dat het vandaag een doelfestijn gaat worden. Voor Martial is het zijn derde doelpunt in de Premier League. Dan Jong met de voorzet, Martial op de lat. Grote kans dan voor Martial dan Palmer, maar De Gea ging goed plat. Dan Hoog loopt dwars door onze verdediging, pas naar Kashunga en Kashunga legt de 1-1 binnen. Zeer zuur, net voor de rust, 42e minuut, krijgen we de 1-1 tegen en moeten we weer ons best beginnen doen. We gaan rusten, 1-1, zeer jammer van die gelijkmaker. Ze hebben twee kansen gehad, één ervan benut. We zijn absoluut de betere ploeg en verdienen echt wel om voor te staan. Maar dan zullen we in de tweede helft nog meer ons best moeten doen. Ruststand hier op Old Trafford, 1-1. En dan beginnen we aan de tweede helft. Dan Palmer naar Mounier en die gaat dwars door de verdediging en scoort 1-2 voor Huddersfield. We moeten ons echt gaan herpakken. Want thuis verliezen wil ik sowieso niet. En zeker niet van Huddersfield, die toch net gepromoveerd is naar de Premier League. Dan Martial naar Zlatan. Zlatan net naast. Grote kans, Ibrahimovic. Gaan we een wissel doorvoeren. Edwards wordt naar de kant gehaald. En Welbeck komt in de ploeg. Twee spitsen dus. Dan Ibrahimovic naar Matic en Matic stikt de 2-2 binnen. Zeer belangrijk doelpunt, Nemanja Matic. En nu hebben we nog 20 minuten voor de 3-2. Voor Matic zijn eerste doelpunt in de Premier League. Dan gaan we alles op de aanval zetten met nog 7 minuten spelen. De Rossi en Jong eruit, Ronaldo en Mkhitaryan erin. Alles op de aanval. Dan Martial naar Mkhitaryan met nog 1 minuut op de klok. Mkhitaryan en hij legt de bal in het net. 3-2 en United doet het weer. Ze scoren weer in de laatste minuten van de wedstrijd. Dat is echt wel een patent aan het worden voor Manchester United. 3-2. Deze wedstrijd geven we niet meer uit handen. Wat een wissel. Mkhitaryan, zeer belangrijk. Voor Mkhitaryan is het zijn 7e doelpunt in de Premier League. En dan is de wedstrijd afgelopen. We doen wat we moeten doen. We winnen hier van Huddersfield. En houden de 3 punten thuis. En zeer blij dat we deze wedstrijd toch nog hebben kunnen winnen. Als deze wedstrijd gelijk was geëindigd, had ik ook al blij geweest. Maar een overwinning doet toch altijd extra meer deugd. Martial, goede wedstrijd gespeeld. Maar de matchwinnaar was toch vooral Mkhitaryan. Huddersfield zeker niet slecht. En ik denk ook niet dat zij zo degraderen. Eindstand 3-2. Doelpunt van Mkhitaryan, Matic en Martial. En van Huddersfield, Mounier en Kashunga. En dit is aan de stand in de Premier League. Op het einde van deze aflevering. Manchester United op kop met 74 punten na 26 wedstrijden. Liverpool heeft er 50 na 26 wedstrijden. Southampton heeft er 47, maar wel na 28 wedstrijden. En Chelsea na 27 wedstrijden 43. Tottenham heeft 26 wedstrijden gespeeld en heeft er 41. Stoke City heeft er 40. Arsenal 38. Manchester City ook 38, maar wel een wedstrijd minder gespeeld als Arsenal. Dan West Brom en West Ham hebben beide 37 punten.
Bournemouth heeft er 34. Burnley heeft er 33. Everton heeft er 32. Dan met 29 punten zijn Watford en Leicester. Maar Leicester en West Ham minder gespeeld. Swansea en Newcastle hebben beide 27 punten. Maar Swansea, West Ham minder gespeeld. Crystal Palace heeft er 24. Brighton heeft er 23. En op de laatste plek op met Huddersfield. Zij maken de grootste kans voor te degraderen. Dit zijn de topscorers in de Premier League. Romelu Lukaku op kop met 17 doelpunten. Dan volgt Shaqiri van Stoke met 14. Roberto Firmino van Liverpool heeft er 12. Ibrahimovic heeft er 11. Ronaldo heeft er 10. Hazard heeft er 10. Gabbiadini van Southampton heeft er 10. En Vieto van Crystal Palace heeft er ook 10. En bij de assist staat Ronaldo op kop met 14 stuks. Dan komt Mkhitaryan met 12. Rashford heeft er 8. Lukaku heeft er 6. Dan bij 0 tegen doelpunten De Gea natuurlijk op kop met 11. En dan met 8 volgen Heaton van Burnley, Loris van Tottenham, Bravo van City en Karius van Liverpool. Dit was het dan voor deze aflevering. Ik hoop dat u eraan genoten heeft. Ik zie jullie graag terug bij de volgende. En daarin spelen we de finale van de Carabao Cup tegen Liverpool. Be all there. Het gaat een tof matchje worden.